wat noodzakelijk is, is in de veranderende wereld dat je je nieuwe kansen ziet. En ook je beperkingen. En daar moet je allemaal nieuwe antwoorden op zien te geven. En ik vind het wel een van de mooiste voorbeelden. Als je naar de Forbes 100 lijst kijkt, dat zijn de grootste bedrijven in de wereld. Dan is meer dan de helft, van die 100 die er 10 jaar geleden op stonden, is meer dan de helft van verdwenen. En dat zijn allemaal bedrijven die geen antwoord gehad hadden op de uitdagingen die op hun afkomen de afgelopen 10 jaar. De komende 10 jaar gaan nog veel sneller, veel ingrijpender veranderen. En dat betekent dat wij veel gevoeliger, veel beter aanpasbaar moeten zijn op nieuwe omstandigheden. We willen de slimste regio van de wereld worden. Daar hebben we heel veel aan gedaan. We hebben veel technologie, gefocust op high-tech en design, nieuwe oplossingen bedacht. En we werden de slimste regio van de wereld. In een samenwerkingsmodel, wat ook nog eens een keer in Europa gezet is, het beste samenwerkingsmodel van heel Europa. En vervolgens zagen we dat we toch niet heel veel, wel heel veel geld verdienden met de kennis die we hadden. Maar minder dan bijvoorbeeld Japan en Korea en delen van Duitsland. Toen hebben we gezegd, weet je wat, we moeten ons businessmodel aanpassen. Probeer te kijken of we met internationale verbindingen ook markten elders open kunnen leggen. Ook meer en klein bedrijven die toegang te geven. Meer waarde te trekken uit de producten die we maken. En meer te verdienen met de kennis die we hebben. Maar je ziet dat slim en sterk niet meer genoeg is. Als je dat bent, dan ben je alleen maar wat je nu bent. En je zult je echt aan moeten passen op wat er in de toekomst op ons afkomt. En we weten niet precies wat dat zal zijn. Dus wij moeten ervoor zorgen dat in de voorwaarden, de vestigingsvoorwaarden die wij hier met elkaar creëren, dat we zo aantrekkelijk zijn dat niet alleen bedrijven hier blijven, maar dat er ook nieuwe kenniswerkers hier komen. En internationaal ook heel veel bedrijven hier naartoe komen. Dus ze zeggen, hier is het aan de gang. Hier zijn ze de nieuwe wereld aan het vinden. En wat daar heel belangrijk bij is, dat is niet meer van bovenaf naar beneden te doen, zoals we dat in het verleden deden, op papier een plan schrijven. Maar dat is echt ook met de mensen zelf. Want de producten die wij hier maken zijn bedoeld om het leven beter te maken op het gebied van gezondheid, op het gebied van voedsel. Maar ook duurzamer op het gebied van energie en kostefficiënter. Dus op een tal van terreinen zijn er enorme uitdagingen met heel veel nieuwe technologie. En dat zullen we opnieuw vorm moeten geven. Met elkaar de toekomst uitvinden. En dat is denk ik wel de basis van onze nieuwe strategie. Er komen heel veel partijen komen daarbij kijken om dat mogelijk te maken. Dus we gaan ook oefenen met die nieuwe wereld in Living Labs. In te kijken van hoe moet dat dan? Hoe werkt dat dan? Dat betekent dat onze burgers daar voordeel bij hebben. Dat betekent dat bedrijven daar een showcase van kunnen maken. Dat we er ook van kunnen leren. En dat we in de wereld voorop kunnen lopen met nieuwe ontwikkelingen. Daar mogen ook dingen fout gaan. Want als we precies weten hoe de wereld in de toekomst uitziet, dan kunnen we het beter in 1 keer goed bouwen. We weten het namelijk niet. Dingen werken soms, dingen werken niet. En dat zul je uit moeten vinden. En het zijn dus eigenlijk die drieslag van echt vestigingsplaatsfactoren verbeteren, oefenen in de praktijk en verbeteren op basis van de ervaring die je hebt. En wat heel belangrijk geworden is in de afgelopen jaren, is dat we wel tot de conclusie gekomen zijn dat je geen hekje om de brainport heen kunt zetten. Wat we nu doen, is echt een aansluiting zoeken met de rest van de wereld. Dus we hebben daar een aantal heel gerichte focuslanden. Dat zijn natuurlijk onze buren, België en Duitsland. Maar we werken ook samen met Taiwan en Canada. Om ook de Chinezen, de grote China zal ik maar zeggen, te kunnen bedienen. Onze bedrijven daar toegang te geven, kennis uit te wisselen. Dat doen we ook met Canada, om de Amerikaanse markt te kunnen bedienen. En zij kunnen via ons weer de Europese markt op. En dat zijn echt wel ingrijpende veranderingen. Dus ik denk dat wat we doen hier, en daar ben ik wel trots op dat we dat voor elkaar hebben gekregen met elkaar, dat we heel bewust zijn op wat er op ons afkomt. En dat we ook heel goed snappen dat we met heel veel andere partijen, ook buiten onze regio, dat moeten verbinden. Dus Multiple Helix is met de partijen in de stad, de nieuwe partijen in de stad, in ieder geval de inwoners, maar ook met partijen daarbuiten. En dat is nog een zoektocht, want wij lopen daar wereldwijd voor op in hoe je dat moet gaan doen. En dat is spannend en dat vind ik mooi, maar het past wel heel erg bij deze tijd. Wat wel in de weg zit, is natuurlijk toch wel de hele traditionele manier van de overheidsstructuur in Nederland. Ik zie hele interessante plekken in de wereld waar men echt op zijn kop probeert te gooien, andere samenwerkingsmodellen tot stand weten te brengen. En dat men echt heel erg kijkt naar wat vraagt de wereld en wat kunnen wij de wereld bieden? Wat zijn de uitdagingen, wat zijn onze antwoorden? En dat vraagt ook, als de wereld zo ingrijpend verandert, dan hoort de overheid ook te veranderen. In haar manier van denken, in haar manier van werken, in haar manier van organiseren. Ik mocht een tijdje terug in
China voor de burgemeester van de 100 grootste steden iets vertellen over ons succes van het overkomen van een maakeconomie naar een creatieve kenniseconomie? Heb ik ze uitgelegd en meteen gezegd, die hoef je niet na te doen, want dat was vanaf de midden jaren 90 naar nu. Dat gaat nu niet meer werken, want het gaat veel sneller, heel anders. En de tweede vraag die ze me stelde, hoe gaat het vanaf nu? En het eerlijke antwoord is, ik zou het niet weten. Want wij zijn nog nooit op deze plek geweest. En we hebben nog nooit de veranderingen zo snel gezien gebeuren. Als ik u 2 jaar geleden had gezegd dat de grootste taxibedrijf van de wereld, dat het een taxibedrijf zou zijn zonder auto's, zonder chauffeurs en zonder meldkamer, had u mij even gek verklaard. Het grootste taxibedrijf van de wereld op dit moment, Uberpop, is een taxibedrijf zonder auto's, zonder chauffeurs en zonder meldkamer. Als ik u zeg dat we over 10 jaar geen ziekenhuizen meer hebben, geen banken meer kennen, als je dat soort instituten die over tientallen jaren, soms wel eeuwen zich hebben gevestigd op een traditionele manier, zo, wat we dan noemen, disruptief zullen veranderen, dan zijn de antwoorden niet makkelijk te geven. En daarom ben ik ook heel blij dat we met Brainport-organisatie de Singularity University naar Eindhoven, naar Nederland hebben kunnen halen, naar Europa hebben kunnen halen. Die gaan ze reinvesteren. En dat is een instituut die met ons mee wil denken over wat zij dan noemen de exponentiële wereld. Kijk, hier is de geboorteplaats van de digitale exponentiële wereld. ASML, Philips, ASML, die hebben een chipje uitgevonden en doorontwikkeld, waardoor we in staat zijn elke 18 maanden het chipje 2 keer zoveel data op de helft van het oppervlakte voor de helft van de prijs. En dat doen we al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dat er zoveel meer mogelijk wordt straks. En hoe je daarmee omgaat, dat moet we met elkaar zien uit te vinden. En dus zo'n singularity hier meedenken met NXP, maar ook met KWE, Frenke, midden- en kleinbedrijf, dat is de uitdaging waar we voor staan. Waarbij voor mij ontzettend belangrijk is dat de mens centraal blijft staan. We doen dit niet om geld primair te maken. We doen dit niet om technologie primair vooruit te schuiven. We doen dit om de kwaliteit van het leven van mensen beter te maken. Hier en in de rest van de wereld. En dat moet voorop blijven staan.